stripvlogger duikt in de schilderskunst. Laten we het daar eens over hebben. Ja, stripvrienden, ik moet wel. Als ik zo'n prachtig boek als De Tuin van Daubigny in een vlog mag bespreken, dan moet ik toch even een beetje weten waar het over gaat. Een prachtig boek gemaakt door Luc Kromheken en Bruno de Rover. En ik denk niet dat ik verder uit hoef te leggen wie zij zijn en wat zij gedaan hebben, want het zijn twee zeer getalenteerde stripmakers die hun krachten gebundeld hebben om deze biografische strip te maken van de Frans-impressionistische schilder Charles Daubigny. Ja, en dan kom ik die term impressionisme tegen en dan heb ik dit boek gelezen en dan denk ik, ja, ik weet eigenlijk toch niet echt goed wat dat nou is. Hoewel, als je er even over nadenkt, dan is het wel logisch. Ik heb natuurlijk even gewoon Google aan het werk gezet voor mij. En impressionisme, dat is de onmiddellijke beleving van het moment van een willekeurig tafereel. Dat kan zonder verdere boodschap te zijn, zonder bijbedoelingen, maar gewoon iets uit het dagelijks leven. Dat wordt op een schildersdoek vastgelegd, maar niet zozeer een soort ja, fotoweergave, maar meer de waarneming, de subjectieve waarneming van de kunstenaar, waarbij de nadruk ligt op de sfeer van het geheel. Goed, snap je nou een beetje waar het over gaat? Nou, dan moet je dit boek maar lezen, dan snap je het wel een klein beetje. Want het mooie is, het is een biografische strip die het leven van Daubigny volgt. Eigenlijk vanaf, nou ja, vanaf dat hij net geboren is, totdat hij sterft. En natuurlijk even met een paar zevenmijlslazen door dat leven heen. Maar het mooie is, Luc Kromheken die heeft zich een aantal jaren verdiept in het leven van deze Daubigny. En die heeft allerlei prachtige verhalen naar boven weten te brengen. En een aantal van die prachtige verhalen zijn verwerkt in dit boek. En het is op zo'n manier gedaan dat het heerlijk leest. Echt, het is gewoon fantastisch om te lezen. Zelfs al boeit de materie je eigenlijk niet. Als je dit boek gaat lezen, dan word je helemaal vrolijk van. Dan word je helemaal enthousiast van. Dat heeft natuurlijk ook te maken met die fantastische tekenstijl van Luc Kromheken, want hij tekent gewoon ook mensen die eigenlijk alleen maar lachen en alleen maar vrolijk kijken. Dus, nou goed, dit is even één zo'n verhaal wat ik zelf heel erg leuk vond. Het verhaal uit een stuk periode uit zijn leven, 1843, waarin hij op vakantie gaat in Fontainebleau met zijn vrouw en dochtertje. En die laat hij achter in een herberg en hij gaat de natuur in om te schilderen. En dan gaat het regenen. Nou, dan gaan ze schuilen. Waar ze schuilen, daar is wijn te koop. De andere kunstenaars die daar ook in dat bos waren, die zeggen, joh, je bent pas getrouwd, feestje. Hij trakteert flink op wijn. Het heeft aan de ene kant tot gevolg dat ze daarna beter gaan schilderen. Maar aan de andere kant heeft hij ook geen geld meer om dan zijn herbergrekening te betalen. En goed, hij weet uiteindelijk een schilderij te verkopen en dat redt dan alles weer. Maar dat soort verhalen vind je in dit boek. De ups en de downs. Want ook, hij heeft ook moeilijke tijden gekend. Hij heeft ook momenten gekend dat mensen eigenlijk geen echte waardering hadden voor zijn kunst. Tot op het moment dat hij even aan iemand vertelt wat hij met de opbrengst van één schilderij gaat doen. Namelijk een stuk grond kopen naar een huis bouwen. Die man die valt pardoes in het water. Dus ontzettend grappig allemaal. En ontzettend leuk om te lezen. Te zien hoe die man gewoon dagen zijn gezin eigenlijk verliet. Om met een boot de rivier op te gaan en daar te gaan schilderen. Dat vind ik sowieso al een bijzonder idee. Hè? Op een boot gaan schilderen. Want zo'n boot dat beweegt toch heen en weer. Maar ja, hij deed het en hij is daar beroemd om geworden. En in allerlei musea overal ter wereld kun je zijn schilderijen vinden. Het leuke is even dat de inleiding en het besluit van het boek gedaan worden door Vincent van Gogh. En dit, ik zei al, het is een boek waar je vrolijk van wordt. Zelfs op het sterfbed van Daubigny zie je allerlei mensen treuren. Maar Daubigny zelf, die blijft toch nog weer vrolijk. Die blijft toch nog weer positief. Nou, dat is ontzettend leuk. Dus alles bij elkaar is dit echt een fantastisch mooi boek. Ik kan het je zeker aanraden. Zelfs al heb je niks met schilders, al heb je niks met kunst. Ja, dit is echt een prachtig boek waar je gewoon heel erg vrolijk van wordt als je dit gaat lezen. Dus ga naar de stripwinkel, ga hem daar halen. En laat een comment achter onder deze video als je hem gelezen hebt, wat je ervan vond. Nou, bedankt voor het kijken. Ik wens je veel leesplezier en ik hoop jullie bij een volgende video weer terug te zien.